Hartelijk welkom, dames en heren, bij deze nieuwe aflevering van Samen Overleven met Robbie en Vincent. Het heeft misschien even geduurd, voor ons wel. In ieder geval, ik heb ineens korte haar. Je denkt van, hoe kan dat? In één aflevering. Maar ik zie je niet, hoor. Nee, zie je het niet? Nee, ik ben een beer. Nee, ik ben eigenlijk gewoon weer Steve. Oh, zo. Ja. Nee, je bent nog een beer nu. Ik ben Steve. En na het intro gaan we heerlijk verder met Overleven met Robbie en Vincent. Let's go. Oh, daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Robbie en Vincent. Wat is er? Wat zit je te lachen? Ja, ik vind het heel grappig dat ik nu ook het intro hoor. Als ik opneem. Oké, okay, nou, mensen, hallo! Nee, Robbie heeft inderdaad, ik zal het uitleggen voor mensen die nu denken van waarom is Robbie zo stoned, waarom praat ze zo raar. Het komt omdat Robbie X-Split heeft. X-Split is een programma en dan kan je, net als ik, wat ik nu gebruik, gewoon in één keer een leuke aflevering opnemen. Dus overleven met Robbie en Vincent. Nou, eigenlijk het is eigenlijk meer overleven met Vincent, want jij doet niks. Oh, kring. Robbie, wie heeft u van die taart gegeten? Moet je kijken, er is nog heel weinig over. Ja, weet ik niet. Ben jij dat geweest? Nee, ik eet echt niet gewoon. Ja, maar niemand anders kon in ons huis. Ik heb niet gegeten van die taart. Kom eens hier. Kom eens hier. Wat is er? Daar. Wat is er? Ga weg. Wat ziet er? Niks. Ja, ik zie het wel hoor. Nee, ik zie niks. Jawel. Ik zie helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Oh, ik word aangevallen, Robbie! Je valt me aan. Heb ik nou een pijl op mijn hoofd? Ja, kijk, in mijn rug. In je schouder. Arm. In mijn arm, ja. Nou, we hebben aardappeltjes. Nee, ik ga niet dood. Ik ben stevig. Ik ben stevig gebouwd, Robbie. Dat moet jij weten. Dikke beer. Ik ben geen dikke beer. Ik ben geen dikke beer. Niet. Ik ben absoluut geen... Ik ben geen dik beer. Je leuke dikke beer. Nee, ik ben mollig. Nee, waarom ben ik mollig? Ik ben gewoon een beer met een stropdas. Nee, ik ben eigenlijk gewoon Steve. Je hebt een stropdas. Ik heb een stropdas. Heel net. Oh, een sjaaltje. Het is een sjaaltje, ik weet het. Je hebt geen sjaal. Wat dan? Nee, je hebt die skin niet. Nee, ik heb Steve, weet ik. Nee, ook niet. Hey Jens. Hallo. Hallo Jens. Wie? Er is iemand hier op bezoek en die heet Jens, maar misschien is het Jens niet maar een buitenaards wezen. Ja, ik denk het niet. Kom snel, ik ben in ons hok, in onze etalage. In onze, hoe noem je dat, cabine, waar je, opslag, goed zo. Kom, kijk. Ja. Daar is hij op het pad. Kijk. Hij bezijst bij zijn als alien, Robbie. Ze zijn allemaal hetzelfde. Allemaal aliens. Maar dan ben je ook een alien, want ze lijken op jou. Robbie, weg. Jij bent een alien. Ik wist het. Jij bent bedrogen. Je bent zelf een alien. Loser. Yes! Nou, mensen, ik wil wat doen. We hebben heel vaak... we hebben zeg maar in die tijd hebben wij gekregen... dat heel veel mensen ons hebben bestolen van voedsel in de boerderij. En aangezien wij een heel net bordje hebben hangen met voedsel te koop... moeten wij dus even handmatig iets gaan maken, Robbie. Dus we gaan een beveiliging maken om dit fort heen. Klinkt een beetje... Ja, dus we gaan even kijken... En hoe wil je dat gaan doen? Nou ja, met een grote muur of met een leuke fenshekjes. Twee dubbel, twee hoog. Dan kunnen mensen sowieso niet overheen springen. Ik ben een vrij goede... Wat zeg je? Ik vind het een goed idee. Oké, mooi zo. Dat is ook voor het eerst. Ja, nou, inderdaad. Even kijken hoor. Dan gaan we kijken bij je woedchest. Ik ga woed pakken. Maar we hebben ook niet zoveel woed, joh. Het valt best mee. En hier staat ook helemaal geen hoe noem je zo'n ding? Waar je hout kan maken. Crafting table. Weg, aap. Crafting table, ja. Die staat alleen binnen hier. Oké. Okay. Oh, ik heb ons weer geharkt. Harkt. Als ik iemand erop zie springen. Oh, kasteelvuurtje bij ons. Ja. Het is een gekkenhuis geworden, want we hadden zeg maar heel veel afleveringen opgenomen in één keer. En dat is wel een voordeel, want op een gegeven moment, hoe zeg je dat?
ja, mensen weten niet dat ik Kroelbeer, dat ik natuurlijk Vincent was. Dus dan op een gegeven moment gaan heel veel mensen ook kijken bij je van, oh, wat zijn, gaan ze natuurlijk ook bij je huis bouwen. En we hadden gevraagd netjes van, bouw alsjeblieft niet bij ons huis, want als we willen uitbreiden, dan kan het niet. Omdat er dan weer een huis van jullie bij staan en we willen dan niet slopen. Maar toch gaan mensen heel veel bouwen bij ons. En dan, ja, dan ben ik geneigd om even het weg te halen. Het is misschien een beetje triest van me, maar... Ja, ja. Ik had het netjes gevraagd, weet je, en dan... Maar er zijn ook heel genoeg mensen die hebben gevierd. En ja, we hebben heel veel mensen. Ja, dat was heel jammer. We hebben, zeg maar, in de tijd dat ik lange haar en het korte haar had, dit is natuurlijk wel een paar weken later, denk ik al, dat we nu dit opnemen, aflevering 21 alweer. En heel veel mensen hebben in die tussentijd ons gekriefd. En dan heb ik het over 6-7 mensen ongeveer. En dat is jammer. Ja, dat had ik niet verwacht. Ja, dat vond ik jammer. Ze zijn ze nieuwsgierig en zo. En dan gaan ze inbreken. Dat ik zoiets heb van, Ja, je ziet het in de video's en wacht het af hoe het verder eruit ziet. Roei, ik heb trouwens nog iets voor je. Een cadeautje. Ik weet het. Ik ben gewoon aardig. Ja? Kom even onder het huis staan. Onder onze voorraad. En dan gooi ik hem naar beneden. Oké, wacht. Heel even. Wacht. Ik gooi hem hier naar beneden. Oh, daar ben je. Kan je hem opvangen? Ja. Oké, daar komt hij, hè? Nee, die heb ik net aan jou gegeven. Hier. Ga weg. Hier, pak hem op. Lekker. Het is een poisonous potato. Lekker eten. Oh, lekker. Hebben we nog dirt? Ik heb twee nog wel. Ja, daarom. Ik ben niet, niet zo... Nou, goed. Hoe kom ik nou weer in het gebouw zo makkelijk? Weet ik niet. Nou, lekker old school. Dirtblokje. Ga weg, kasteelvuur. Nee hoor. Ja, doe maar zielig. Oké, ik pak even wat dirt. Want... Oh, we hebben best wel veel dirt. Nou, mooi zo. Talk dirty to me. En weet je wat ik nu doe, Robby? Ik weet niet of je me wil helpen, maar als je dirt pakt, dan kunnen we eventjes wat mooi land gaan maken hier. En dan kunnen we even een beetje een... Heb je een schop? Kan je een schopje meenemen? Ja, wacht. We maken even een schop. Onguard! Onder de boom blijven hangen, dat is niks voor jou! Sorry, dat was een zeg maar. Er was een zeg maar, en die zeg maar wou mij doden. En toen zei ik zeg maar van, zeg maar, je hoort er niet te schieten op mij. En toen bleef hij doorschieten, want het was een skelet. En toen bleef hij zeg maar onder die boom hangen. Want skeletten kunnen niet tegen licht, geloof ik. Klopt dat? Oké. Ik weet niet eens, kunnen ze tegen licht? Oh, iemand geeft mij een meloen. Weet je wat ik daar kan... Dan kan je meloenzaden uithalen en dan kunnen we meloenen planten. Ik zeg doen. Ja, ik zeg ook doen. Maar ik zeg ook dat we eventjes moeten uitkijken bij wat we doen hier. Want de paardjes zitten hier ook. Paardjes zijn trouwens ook heel vaak gedood bij ons. Dat is wel heel jammer. Nee jongens, jullie hoeven ons niet te helpen. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee, we moeten dit... willen zelf ook dingen doen. Heb je een schop? Heb jij een schop, Roei? Ja, ik heb een schop. Wacht, wat wou je nog meer hebben? Dirt, hè? Nee, die heb ik al, maar dat je zelf ook kan planten, zeg maar. We moeten dit een beetje egaal maken in een vlakte. Zo, want we gaan hier dan een soort van... Roei, hallo. Heb jij een schopje? Hallo. Ja. Schop hem eens naar mij dan. Schop onder je reet. Ja, geen diamond. Diamond? Ik ga toch niet de diamonds opmaken daaraan? Zou ik hier ergens dubbel... Ik maak hier zeg maar een... noem je dat? Oh, oeps. Mensen zijn allemaal aan het spieken bij ons. Waarom spieken mensen zoveel? Kasteelvuur zit ook weer heel besneu naar beneden te kijken. Ga niet voor me staan! Oh, dat is Kasteelvuur niet die naar binnen ging. Kijk hoor. We moeten dit even egaal maken en dan kunnen we fenshekjes eromheen plaatsen. Goed? Oké. Ik heb fenshekjes, dus dan krijgen we dit. Yes. Maar dan krijgen we ook een looproute hier, hè? Die gaan we een looproute maken. Oké. Zo. Ik denk dat we ook onze dieren beter moeten beschermen. Ja, ik weet niet of we ze binnen kunnen neerzetten. Misschien kunnen we ze beter binnen. Oh ja, binnen misschien dat we een binnenruimte maken. Ja, is goed. Maar hoe krijgen we ze allemaal meegelokt dan? Dan moeten we even... Als we hier nou een dak over zetten. Roei, als jij nou een dak over die beesten zet... Dan kunnen we die beesten beschermen. Ja, wat een goed idee. Ja, echt hè? Ja, het kwam echt in één keer me op. Ik denk, nou ja, goed. Ja, echt hè? Heb je een pickaxe? Nee. Nou, dat is mooie kloten. Jammer. Jammer, joh.
Oh ja, joh, jammer joh dan. Oké, dan. Jongens! Wat is er? Riep je me? Ik ben hier. Iemand heeft allemaal meloen op de grond gedropt. Oh, meloen! Oh, meloen! Meloenie! Wat is Kiki weer? Kiki niet doen. We moeten zelfstandig bouwen. Geef die meloenen weer terug. Ik hoef die meloenen niet zo. Lief bedoeld, maar wij moeten onze eigen farm zoeken. En weg hier! Weg hier! Jens, weg! Oh, Jens mag even. Ja, die mag wel even blijven. Kiki, weg! Maar heel even. Pst, ik dok weg. Weg! Quincy, weg! Pst! Was, heb naar huis. Hier zo. Even, wie heeft dat fans hier gemaakt? Oké. Fans. Oh, je gaat hier. Fans, maar. Ja, je gaat hier die trappen beter maken. Dat is beter, ja. Nee. Oh. Oké, want hier. Deze is krap. Deze moet eentje naar achter nog. Kijk, ik ga heel veel. Ik ga even. Wie deed dat? Ik deed die deur dicht. Oh, kring. Waarom kring? Dat is gewoon goed. Er zit weer iemand bij de kippen. Weg. Kst. Even kijken hoor. Die en die. En dan krijgen we hier een trappetje. En dan ziet het er mooier uit. Let maar op. Deze en zo. Plak, plak, plak. Kijk, nu sluit het mooier aan. En dan moeten we deze eventjes in hout veranderen. Deze zijkantjes. Kan jij dat plaatsen nog, twee voets? Ja, ik ben zelf even bezig. Oh, je bent hier niet. Ik denk ook okay, omdat we waren altijd met z'n tweeën. Maar nu zijn er heel veel mensen hier de hele tijd. Dus dan denk ik ook okay, dat jij het bent. We hebben trouwens nog een... we hebben een diamond pickaxe, maar dan enchant, joh. Ja, klopt. Oh, wauw. Is die van jou? Ja. Oké. Okay. Nou, niet meer. Nee. Oh. Nee. Ik heb hem gewoon hier. Ik heb er niks mee gedaan. Nee, ik heb niks gedaan. Ik kijk gewoon even... Ik heb aardappelus. Oké. Leuk. Nou ja, wat... Oh, wie heeft dit fence neergezet hier? Dit fence. Is dat Nederlands? Ik weet niet. Dat fence. Dat fence. Lekker simpel. Wat snap. Maar dit water is ook nog van ons, dit hè, hier, dit riviertje. Dus wat ik nu ga doen. Ik ga dit even uitgraven zo. En dan gaan we dit even uitgraven. We gaan dit uitgraven. Graven. Uitgraven, weet je al? Je weet het cool. Zelf. Ja. Yeah. I know. Zo. En dan maak ik hier die fence, die maak ik omheen. Dat ziet er nog best wel leuk uit. What's up? What's up? Oei. Ja. Shot. Wat is er? Doe het voor niet. Wat deed ik? Helemaal niks. Doe het voor niet in opname. Ja, maar live is live, hè? Zo. Jongens, ik ga de aflevering afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. De overleven met Roy en Vincent. Doei doei. Doei doei. Zo. Oh, ik heb wel geen abonneerding. Zo. Inkert. Ben je blij dat je hier bent, Roy? Nee, ja, wel.